Op het plein geschreven door The Short Stories. Zaterdagochtend half zes. Mijn wekker gaat af. Ik druk de wekker uit en sta binnen twee minuten onder de douche. Ik ben echt een ochtendmens. Altijd al geweest. Ik vind het zo raar dat mensen uitslapen. Dan heb je toch niks meer aan je dag? Na de douche ben ik fris en fruitig om de dag te beginnen. Het is weer tijd voor een dagje op de markt, waar ik iedere zaterdag mijn oom help in de bloemenkraam. Vandaag staan we weer op de Haagse markt, mijn favoriete plek van de maand. Waarom? We staan altijd naast Duke. Hij werkt bij de groentekraam. Toen ik hem voor het eerst zag, was ik meteen verkocht. Hij is charmant, bloedknap, maar wel een ontzettende player. Ja, en dat soort types vind ik dus juist leuk. Op deze dag doe ik altijd net wat meer moeite voor mijn uiterlijk. Net dat beetje meer make-up en een mooie krul in mijn haar. Ik hoop dat we samen pauze houden vandaag. Na mijn ontbijt rij ik naar mijn oom en help hem met het inladen van alle bloemen en planten. Nieuwe oogstmeerten, prachtige rozen en tulpen. Het wordt druk vandaag, zegt mijn oom trots. Hoe drukker, hoe beter vind ik altijd. Hard werken en dan is de dag zo voorbij. We komen aan bij het marktplein en beginnen gelijk met het uitladen van alle bloemen. Om negen uur gaat de markt open, maar rond half negen lopen de eerste mensen al rond. Ik kijk om me heen en zie Duke staan bij de groentekraam, druk in gesprek. Ik zwaai naar hem. Hij lacht, zwaait terug en beeldt uit dat hij zo naar me toe komt. Echt leuk dat hij ook altijd zo enthousiast is om haar te zien. Hey, alles goed hier? Ik draai me om en Duke staat voor me. Hé, hey, zeker, ben jullie ook? Heb je er weer zin in vandaag? Zeker, altijd. Kom je straks in de pauze koffietje doen dan? Vraagt hij. Gezellig doen we. Succes! Duke loopt fluitend weer naar zijn eigen kraam en gaat door met zijn werkzaamheden. Het is druk op de markt. Zeker een kwart van alles wat we hebben meegenomen is al uitverkocht, en het is nog niet eens half twaalf. Tijd voor pauze, Meerte, ga maar, zegt mijn oom. Ik trek mijn werkvestje uit en loop richting Duke. Tijd voor koffie? Ik leun tegen de kraam terwijl ik hem aankijk. Voor jou altijd, Bob, zegt hij. Terwijl we kletsen, draaien mijn gedachten overuren. Ik voel altijd zoveel spanning als ik met hem ben. Ik kan toch niet de enige zijn die dat voelt? Ineens legt hij zijn hand op mijn been en kijkt me aan. Zullen we elkaar eens zien op een andere plek, buiten het marktplein, zegt hij. Morgenavond bijvoorbeeld? Neem ik je mee naar een leuk etentje? Mijn hart maakt een sprongetje en stiekem wil ik gillen, maar dat is natuurlijk super raar. Dus ik probeer de rust te bewaren en zeg Ja, leuk. Ik denk dat ik wel kan. Afgesproken. Ik haal je op om zes uur. App me je adres even. Die nacht kan ik niet slapen van de zenuwen. Op date met Duke. Wie had dat verwacht? Al die meiden om hem heen, maar zij gaat met hem op date. Wat zal ze aantrekken? Slapen is echt een onmogelijke taak deze nacht. Kwart over zes. Nog geen Duke te bekennen. Ik word een beetje ongeduldig en kijk steeds op mijn telefoon. Ook geen appje, hij zal zo wel komen. Half zeven. Nog geen spoor van Duke. Ik besluit hem te bellen. Yo, Duk hier, ik ben er even niet. Ik bel je terug wanneer ik kan. Na een kwartier besluit ik nog een keer te bellen en dit keer neemt hij wel op. Ik hoor een hoop lawaai. Hé hey pop, alles goed? Eh uh, ja, zouden wij niet samen wat eten? Oh ja, is ook zo, ik heb het zo druk hier met de jongens. Andere keer goed? En hij hangt op. Verbijsterd kijk ik naar mijn telefoon. Hij is het vergeten en denkt dat ik een andere keer wel weer tijd voor hem vrij maak. Mooi niet. Ik bel een vriendin en vraag of ze zin heeft om samen te eten. Ze had toch al gereserveerd. Als de buitenkant mooi is, betekent dat dus niet dat de binnenkant net zo leuk is. Gelukkig is er geen handvol, maar een landvol, jongens. Wil je de tekst nog eens rustig nalezen? Klik op de gratis link in de beschrijving en download het verhaal in PDF. Meer korte Nederlandse verhalen horen? Abonneer je op mijn kanaal. En als je de video leuk vond, laat het me weten in de comments. Bedankt voor het kijken en luisteren.